shit dienen we dus zelf aan te gaan. En ik zeg ook altijd, zeker in relaties, ik ben hier niet om jullie relatie te redden. Ik weet niet wat jullie zielscontract is. En juist doordat je ieder op zichzelf zijn eigen thema's door gaat werken, dus meer in zijn eigen kracht gaat staan, en de ander ook, dan kun je dus naast elkaar verder groeien. Ik heb ook meerdere keren gezien dat ze dus allebei met zichzelf aan de slag gaan. En hoe mooi is dat, Tim, dat ze er allebei in het proces langzamerhand achterkomen. Het is klaar. En dan kan je eigenlijk veel makkelijker. Nou, je kent het met een babytje. De navelstreng kan je pas doorknippen als het uitgeklopt is. Dus, en dan zie je ook dat mensen veel liefdevoller, omdat ze dezelfde taal spreken, los kunnen laten. Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestalk. We hopen je met deze show te kunnen inspireren en wellicht iets bewuster te kunnen maken. Wil je nou dat Univibe/Vibestalk blijft bestaan? Steun ons dan. En dat kan door member te worden van de Univibe Tribe. Ontzettend leuk, je kan onze steunen, maar je krijgt daarvoor in ruil kortingen op onze events. Plus toegang tot onze eigen community-omgeving waar je zelfs mini-events kan organiseren. En zodat je dus niet langer je alleen hoeft te voelen. Je steunt ons en dus ook jezelf. Ga dat doen via www.univibes.nl. En vergeet natuurlijk niet deze video te delen, te liken en te abonneren op ons kanaal. Dankjewel. Dan ga ik naar mijn zeer bijzondere gast, Jacqueline Lammerts. Jacqueline, ik had je aan de telefoon en ik dacht meteen, je gaf meteen zulke rake klappen dat deze vrouw moet bij mij in de show. Dus ik ben je ontzettend dankbaar dat je hier bij me bent. En ik ga even een klein stukje voorlezen over je boek. Je hebt er 3 geschreven, hè? Ik heb er 3 geschreven. En dit boek, en hier gaan we het vandaag vooral over hebben. Ontzettend interessant. Relaties, leef je waarheid in harmonie met anderen. En ik ga een klein stukje voorlezen. Waar mijn passie ligt, daar ligt mijn weg. Pas als ik de moed heb om mijn weg te gaan, toont de weg zich aan mij. Alle relaties die jij in je leven aangaat, hebben een boodschap voor jou. Ja, echt, allemaal. De ene heeft deze liefdevol verpakt en de ander juist niet. 1 ding is zeker, ze nodig je stuk voor stuk uit om terug te keren naar jezelf, zodat je de diepere boodschap hiervan kunt doorzien. Maar hoe? Hele mooie vraag, daar gaan we het straks over hebben. In dit boek neemt Jacqueline je mee op een innerlijke ontdekkingsreis langs de relaties die je had, hebt en nog tegen gaat komen in je leven, met tussenstops bij onherroepelijke vragen als: wie ben ik nu zelf? Waarom loop ik steeds vast in relaties? Wat doe ik niet goed? Wat maakt dat ik meemaak wat ik allemaal meemaak? En waar word ik nu echt voor uitgenodigd in mijn leven? Je komt er niet aan om geconfronteerd te worden met jezelf. Eigenlijk zijn het allemaal vragen die we straks allemaal langzaam gaan, want ik vind het zo ongelooflijk interessant. Jacqueline, wat je doet, misschien kun je toch kort ook uitleggen wat je in het dagelijks leven die doet, want je geeft ook heel veel trainingen, lessen, ja, op dit soort thema's. Ja, dus ik zeg altijd, ik ben hier om helderheid, inzicht en inspiratie te komen brengen om vanuit je hart te leven. Mm-hmm. En dat weten we allemaal, dat is mooi gezegd, maar ga het maar eens doen. Hè? Ja. Een heel ander verhaal. Dus in de loop der jaren heb ik gewoon verschillende wegen gevonden om die boodschap neer te zetten. Dus in mijn boeken, in seminars, in podcasts, in blogs, individuele begeleiding, ook stellen komen bij mij. Mm-hmm. Ik heb nu, nog niet zo lang geleden, een 3-luik of een 3-daagse neergezet. Gaaf. En dat is allemaal om weer, hè, alles is liefde, heet die. Maar het gaat er dus om dat jij gaat zien waar het echt om draait. En dat is dat alle relaties een boodschap voor jou hebben. Ten gunste van jou. Wauw. En dat is dus wel hele mooie, want heel veel mensen voelen zich natuurlijk vaak ook slachtoffer bijvoorbeeld in een relatie. 100% zeker. Ja, ja, dat is een hele grote. Ja, ja, maar dus, ja, het is een hele mooie om dus al om te kunnen draaien als in, nee, het is dus een boodschap voor jou wat je zegt. Het is een boodschap. En het gaat erom, en dat is wat je toen ook bij mij hebt ervaren, ik ben heel erg goed om de essentie er gelijk uit te halen. Dus mm-hmm, als ik met iemand praat, en dat is dan bovenlaag waar iemand mee zit, maar ik kijk direct, wat is de essentie? Waar zitten ze echt mee? Wat is de diepere boodschap? En die kan ik eigenlijk al heel snel eruit halen. Hoe kan het dat jij die er zo uit kan halen? Is dat iets wat je uit ervaring voelt? Nou ja, weet je, als 4-jarig kind weet ik nog dat ik
ook al dingen tegen volwassen mensen zeiden. En dan ja, zeiden was, ze ook, was als kind dus al... Dus als kind kon ik het al zien. En dan zei ik dat natuurlijk in die tijd. En dan zeiden ze, snotneus, waar bemoei jij je mee? Weet je? En ik was toen nog een klein kind. En ik was onder de indruk. Dus ik dacht, grote mensen hebben de waarheid in pacht. Mm-hmm. Ik hou me maar stil. Dus ik heb mijn kwaliteiten, dat wat ik eigenlijk al lang in mij heb, dat door iets heen kunnen kijken, dat heb ik altijd gehad. Maar dat heb ik natuurlijk, of natuurlijk, dat hoort bij mijn proces, heb ik weggedrukt, geconditioneerd, alles weggedrukt. En ja. Dat is een proces van mij geweest. Eigenlijk mijn hele leven lang ben ik hier alleen maar mee bezig geweest. Kun je iets over vertellen hoe dat proces een beetje is gegaan? Dus je bent ook dus door allerlei processen heen gegaan, want je hebt ook heel wat meegemaakt. Ja, dit boek staat helemaal vol met voorbeelden. Omdat ik er doorheen ben gegroeid, voelde ik ook toen ik aan het schrijven was, dat ik het op moest schrijven, ter inspiratie. Mm-hmm. En als ik naar mijn leven kijk, ik ben eigenlijk al rond mijn tweede jaar ben ik al met een van mijn thema's gekomen, en dat is afwijzing. En dat was toen mijn ouders uit elkaar gingen. Mm. En toen werd ik eigenlijk al wakker, Tim. Dus al heel vroeg. En in de loop van mijn jeugd kwamen er alleen nog maar meer stukjes bij van afwijzing. Ik ben bijvoorbeeld ook gepest. En dus ook weer een afwijzing. Ik merkte op een gegeven moment in relaties. Hè, vriendjes krijg je dan als je in de puberteit zit. Nou, ik was best een leuke vrouw of meisje. Mannen vonden me wel leuk, maar ze wezen me altijd weer af. Dus een van die thema's was dat ik altijd afgewezen werd. Totdat ik in vaste relaties kwam en ik de andere kant van de medaille mocht gaan ervaren. En die andere kant van de medaille was dat ik merkte, ik moet voor mijn hart kiezen. Ik moet voor trouw blijven aan mezelf. Dus, tussen haakjes, moet ik de ander gaan afwijzen. Wat natuurlijk helemaal geen afwijzing is. En daar kwam ik in die relaties achter. Dat die vorige relaties. En ook mijn vader enzovoort. Dat hij mij niet heeft afgewezen. Maar dat hij voor zichzelf moest kiezen. Of die andere jongens natuurlijk ook. En die spesters. Die hadden een hele belangrijke boodschap voor mij. Want als ik niet door mijn processen, wat ik natuurlijk straks uit ga leggen, mm-hmm, hoe je dat doet. Als ik dat niet had doorleefd, had ik hier nu niet gezeten. Want als je een gepest kind bent, ik was 12, was trouwens hier in deze woonplaats waar ik nu ben. Dus mm-hmm, ik vind het wel heel mooi dat ik nu mag shinen, doorleefd. Ja, mooi. Weet je, dat is geweldig, hè? Maar in die tijd was het dus waar het getriggerd werd. Dus dit is eigenlijk wat ik mijn hele leven lang heb gedaan. En dat is niet alleen het thema afwijzing, maar er is ook verlies, onthechten. Ik moest iedereen en alles leren onthechten. Dat je er niet enig emotioneel mee aan vastzit, maar dat je leert om vanuit je hart met mensen te verbinden. Want verbinden is vanuit liefde, maar wel vrijheid. Mooi. En dat zonder dat je iets dus terugverwacht, zeg maar. Precies. Dat is zonder voorwaarden. En als je gehecht bent, wat ik natuurlijk heel erg was, heb ik dat moeten doorleven zelf. Dat ik de enige verbinding miste. En dat was met mezelf. Dus ik diende weer thuis te komen in mezelf. En dat is natuurlijk het proces waar ieder vooruit wordt genodigd om weer terug te komen. Uit dat hoofd terug te komen in ons hart. Is dat dus de grootste conclusie die jij hebt ervaren? Om dus echt weer contact te maken dus met je hart? Zie je daar veel struggles in, zeg maar? Ja. Ja, wat ik bij mezelf heb gemerkt, maar ook dus bij al de mensen. Ik mag dit al 18 jaar doen, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Dat ik zie dat, hè, ik ga het nemen even terug. Want kijk, wij komen hier allemaal zo binnen als baby. Nou, je hebt er zelf een thuis, lieve. Dus dat is van halleluja, hier ben ik. Of halleluja, hier ben ik. Want het is maar hoe je hier binnenkomt. Hè? Dus het is verschillend. En maar we staan allemaal open. Daarom vinden we die baby's zo mooi. Want ze hebben hun hart open. Maar we komen dan in een omgeving, deze 3D-wereld, waar veel licht, donker en duister ligt.
is. Dan leren we dus op een gegeven moment door onze ouders om onze gevoelens en om onze emoties onder het karpet te schuiven. Dus we gaan niet praten over emoties en gevoelens. En daarmee onderdrukken we dus steeds meer dat wat er in ons leeft. En als je goed kijkt, als je dat maar blijft onderdrukken, kom je als vanzelf, en dat is een onderdeel van dit aardse spel, zoals ik dat dan noem, hier op aarde, dat is een van de regels, is dat je uiteindelijk in je hoofd terechtkomt. Dat is dus niet wat vreselijk erg, want dat doen we allemaal. En nu gaat het erom dat we vanuit onbewustheid zijn we daar gekomen. Ja, we waren ons nog niet bewust. Maar nu worden we met z'n allen uitgenodigd om met bewustzijn door die shit hierheen, die nog allemaal onder dat karpet ligt en waar we mondiaal nu overheen struikelen. Daar gaan we het ook over hebben. Ja? Ja. Dus dat je gaat zien dat je door die shit om te leren zetten in voedingsstoffen. Ja. En voedingsstoffen worden vrijgemaakt uit die shit door water. Hè? Bloemetjes water geven, dan gaat die shit gaat omgezet worden in die voedingsstoffen. Maar dat is bij ons dus huilen. Ja? Dus ik heb heel veel mogen huilen in mijn uiten. Leven. Is het uiten. Het moet eruit. Ja? En doordat je, als dit zeg maar de shit is, die zet je om in voedingsstofjes en daaraan groei jij. Ja? En dat is waar we allemaal voor uit worden genodigd. En als ik ook dit nu kijk, hè, Tim, naar in deze sterk veranderende tijd waar we nu zitten, ontkomen wij mensen niet aan om vroeg of laat bewust te worden. En hoe kunnen wij bewust worden? Door juist in onszelf, in situaties en omstandigheden te zetten waar we uitgedaagd worden, en zeker in deze tijd worden we uitgedaagd, ook gewoon privé, hè? Maar ook mondiaal, uitgedaagd om te kijken, en lieverd, hoe ga jij daar nu mee om? En dus je ontkomt er niet aan om in deze tijd mensen, omstandigheden en dus relaties en situaties tegen te komen die jou gaan spiegelen. Hoe ga je met dingen om? En daar is het dus heel belangrijk in, wat ik dus blijkbaar heel goed kan. Kun jij de boodschap die deze mensen en situaties jou aanreiken, kun jij de diepere boodschap daarvan lezen? Dus dan blijf je niet hangen, ik ben slachtoffer, ik kan niks en het wordt mij aangedaan. En dus ook niet wijzen naar een ander van, hey, diegene doet iets met mij iets aan. Maar eigenlijk dus kijken naar, hey, wat heeft dezegene als boodschap voor mij? Zie ik het? Precies. Wat zit daar veel meer in de diepte in die jij aan mag gaan? En dat vinden mensen vaak moeilijk, omdat ze dan hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Ja, maar dit is dit, ja. En dat is heel moeilijk, want dan moet je verantwoordelijkheid nemen. En oh, wat is makkelijk. Verantwoordelijk om te nemen zeggen, voor je eigen shit? Voor je eigen shit en voor je eigen deel in het verhaal. Ja? En wat ik vaak doe, en dat vind ik ook wel leuk om hier zo te delen, is ik vind het heel fijn om een heel groot plaatje te schetsen. En van daaruit maak ik het weer klein, waar we dan zitten, zeg maar, de mensen, hè? Met de shit, zullen we zeggen, met die relaties. Het is hetzelfde als als je zo'n spuugel hebt. Ik was vroeger een paardenmeisje. En dat was ook hier in deze locatie. Heel veel paarden hier. En dan kreeg ik op mijn verjaardag zo'n paardenpuzzel, zo'n paardenhoofd. En dan heb je zo'n overzichtsplaatje. En dan doe je de deksel open. En dan zitten er 1000 stukjes in, weet je. Nou, ga daar maar eens mee aan de slag. En gelukkig had ik dan een overzichtsplaatje waar je aan kon kijken wat dan de lucht is en wat de manen zijn en het zwarte gedeelte van de oog. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar dat overzichtplaatje krijgen wij mensen er niet bij als we hier in de 3D-wereld komen om daaraan te kijken. We krijgen alleen die puzzelstukjes en redden we met, zoals we dat dan in het oosten zeggen. Ga er wel eens mee doen. Nou, wat ik fijn vind is om nu ook een overzichtsplaatje te maken. Dus helemaal even uitzoomen en dan weer terug. Dan kom je ook gelijk bij die verantwoordelijkheid waar we het net over hadden. Als je helemaal uitzoomt, dan komen we uit bij bewustzijn. En bewustzijn is niks anders dat we hebben er andere woorden voor, maar de ene noemt het God, de ander noemt het Allah, ja. De ander noemt het universum, de ander noemt het bron, al. Het maakt me allemaal niet uit, maar ik noem het bewustzijn. En bewustzijn wenst maar één ding, en dat is expansie van bewustzijn. En hoe kan bewustzijn expanderen, groeien, is dat die zich in heel veel stukjes uit
wegspuit, zou ik maar zeggen, weggooit. En één van die stukjes, dat ben jij. En één van die stukjes, dat ben ik. En dat gaat niet alleen in dit universum, maar in multiversa. En dat gaat veel groter natuurlijk. Hè. Bewustzijn is heel groot. Maar even klein houden hier op de aarde. Dus jij bent dan hier dat stukje wat hier dan komt. En dat wordt in een ziel neergezet. Ja, je hebt ook een overziel, daar ga ik allemaal niet heen, maar ik ga even naar de ziel. Dus je hebt die expansie van bewustzijn, daar gaan fractielen van af. En een daarvan is jouw ziel, mijn ziel, ja, de ziel. En de ziel, zoals ik het even simpel benoem, is niks anders dan een database. En een database, daar sla je van alles in op. Ja? Dus al die levens en tijdlijnen waar je al eerder bent geweest, dat sla je daar allemaal op. Mm-hmm. En de ziel wenst ook maar één ding, omdat die hetzelfde is als bewustzijn. Die wenst maar één ding, ook nog meer te groeien. Nou, dus op een gegeven moment zegt die ziel, ik wil wel heel graag als Jacqueline Lammerts of als Tim Douwsma, wil ik ervaring opdoen. Nou, even bij mij bijvoorbeeld. Ik wil ervaring opdoen bijvoorbeeld in afwijzing. Hoe is het om ervaring te hebben in afwijzing? Hoe is het om het allemaal alleen te doen? Hoe is het bijvoorbeeld om een te groot verantwoordelijkheidsgevoel te hebben? Enzovoort, enzovoort. En iedereen heeft weer andere dingen die hij op zielsniveau bedenkt, wat hij graag zou willen ervaren. Maar die ervaringen, als ik afgewezen wil worden om te weten hoe dat dan is, heb ik wel anderen nodig die mij gaan afwijzen, want dan sta je daar alleen. Ja? Nou, op zielsniveau, ja, op zielsniveau maak je dus contact met andere zielen en die zielen ken jij. En daar is alleen maar liefde. Dus alles wat je hier ervaart met die persoon, dus ook de drek, en ik heb genoeg drek meegemaakt met relaties. Mm-hmm. Maar dat is op zielsniveau wat dat overlegt in liefde. Heb je het dan over, ik hoorde ook iets jou zeggen, heb je het dan over zielscontracten? Juist. Okay. En dan worden dus, precies, en daardoor worden er dus, omdat je dus dat samen zegt, van hé, ik word degene die jou gaat pesten, bijvoorbeeld, hè, die jongelui die mij toch ging pesten. Mm. Ik ga jou pesten en ik ben dan de gepeste. Dus jullie kunnen achter mij aanjagen, hè? Nou, dat gevoel. Maar dan maak je contracten op. En met name de zielen waar je echt wat mee uit te werken hebt. En dat is meestal de vader, de moeder, de zusters, broers en de relaties. Ja? Dus okay. Daar zitten de echte dikke, diepe thema's. En karmische stukken, maar daar ga ik het even nu niet over hebben. Mm-hmm. Dus dan maak je zielscontracten. En die zielscontracten is net zoals je hypotheek. Als je bij de bank komt, dan moet je wel nakomen. Ja? Dat is dus ook bij die zielscontracten. Die moet je dus nakomen. Er zijn manieren om daaruit te komen. Maar het belangrijkste is dat je de lessen die daaruit voortkomen, dient aan te gaan. Nou, dus op een gegeven moment heb je die zielscontracten neergezet. En dan ga je dus door de sluier van vergetelheid, hè, kom je hier dus als poppetje. Halleluja, hier ben ik. Ja. En jij ook. En dan worden die thema's die jij daar al zelf hebt bedacht. Je hebt ook de juiste ouders bij je gezocht. Die gingen scheiden. Hè. Ik heb dat meegemaakt. Dus ouders zoek je uit. Wie gaat er scheiden? Wie kan dat mij mooi meegeven? Dus die trek je naar je toe. En op het moment dus dat jij een baby, peuter, kleuter, schoolkind en puber bent, dus in de kindertijd, en ook in de buik, vanaf de vijfde maand neem je alles waar wat de moeder opneemt. Dus daar zitten dezelfde thema's vaak wat je moeder heeft, trek jij ook aan, als een soort jasje. En dan is het niet zo, oh mama, dat komt door jou. Want dat is weer slachtoffer en schuld spelen, hè? Dat spelletje. Maar dat is, je hebt hetzelfde thema. Mm-hmm. En dan kom je dus in de kindertijd. En dan worden dus op de juiste momenten, bij mij was dat bij 2 jaar bijvoorbeeld, werd er getriggerd. Hè, dat mijn ouders uit elkaar gingen. En mijn vader wilde graag, moet ik even vertellen, mijn vader wilde graag een zoon. En in die tijd was er nog geen ultragel dat je kon kijken, het is een meisje of een jongetje. En ze hadden al een prachtige dochter, dat was mijn zus. En ze dachten dus dat ik een meisje was, een jongetje was. Hm. Omdat ik een naamhouder moest zijn. De Lammertsstam moest voortgaan. Dus de naam, hè, dat was in die tijd. En toen was ik dus een meisje. En ik weet nog dat mijn opa, tenminste dat vertelde mijn moeder later, dat hij onderaan de trap riep, toen hij dus hoorde dat het een meisje was, noemde maar Jacqueline. Want eigenlijk hadden ze mij Jacques willen noemen. En zo ben ik geboren. Dus eigenlijk al heel direct, ik was niet eens welkom als meisje eigenlijk. En mijn ouders zijn gescheiden. En toen ben ik daarop gaan triggeren van, dus het komt door mij. Ik ben niet goed als meisje.
En uiteraard, wat ik net vertelde, al die relaties, die gingen mij dus ook triggeren, zeker in de puberteit, dat ik niet goed was als meisje. En dat wordt allemaal geactiveerd in jouw kindertijd. Dus jouw thema's, dat doe ik ook altijd als ik mensen begeleid. Ik kijk altijd één keer naar hun thema's. En die thema's, Tim, die zitten vast aan jouw fysiek volwassen. Ja? Dus jij bent 35. Die thema's zitten hier vast met rode draden. En eens in de zoveel tijd, en deze tijd waar we nu leven, worden we allemaal onderuit getrokken. Omdat er nog thema's op zielsniveau dus ontbonden willen worden door de lessen te leren. Eigenlijk dus om ons bewustzijn daardoor ook te vergroten, om daar doorheen te gaan? Precies. Oké. Okay. Ja? En dat is de expansie. Dat ja, is dus dat jouw ziel groeit. Dat is ook dus de tijd waarin we nu zitten, waarin dat dus extra wordt getriggerd. Omdat we dus eigenlijk de bedoeling is dat ons bewustzijn dus vergroot wordt. Ja. Juist, we groeien. En op dit moment trekken die rode draden. Groeipijn. Ja, dat is shitpijn. Dit is heel erg shitpijn. Dus dat is waar we voor uitgenodigd worden. De meeste mensen, zoals ik al zei, dat hebben we allemaal onder het karpet geschoven. Want we hebben geleerd om niet met onze gevoelens te dealen. Mm-hmm. Ja? En de meeste mensen zijn dus weggedraaid van deze thema's af. Dat kun je ook het innerlijk kind noemen, maakt me niet uit. Het is gewoon een naam. Mm-hmm. Maar het zijn die thema's, die diepere lagen, die lessen. Dus we zijn heel druk bezig met de hele wereld hooghouden, werken en de kinderen en de zaak en hier en van alles maar doen. En nu, in deze tijd, en ik vind het een prachtige tijd. Ik zeg niet dat het de mooiste tijd is. Niet een makkelijke tijd. Niet makkelijke tijd, maar het is de mooiste tijd. Want we worden mondiaal onderuit getrokken om terug te komen bij onszelf. Wauw. En dat is waar alles... Om onze thema's dus aan te kijken. Om onze thema's op zielsniveau vastgezet voor onze groei, voor de expansie van bewustzijn, de essentie. Daarvoor zijn wij hier. Dus we hebben heel lang spielerij gemaakt. En weggekeken. Ja? En ons weg met druk doen en werken of wegeten. Of nou, kijk naar de gadgets waar we in verslavingen zitten. En maar in die overal maar in zitten. Allemaal buiten onszelf. Buiten onszelf. En we worden nu met harde hand, ook extern, worden we teruggehaald. En je hebt hier nog een aantal thema's te liggen. En die dienen, die thema's, dat is shit. Die dien je om te zetten in voedingsstofjes, opdat jij fysiek volwassen, nu ben je fysiek volwassen, zie je dat? Dit is zeg maar een man van 35 die een bushokje in elkaar trimt. Want die heeft hier nog een puber die fucked up is. En als die weer getriggerd wordt, dan zal die, god, vriend Bomans, wel eens even een bushokje in elkaar trimmen, snap je? Maar als jij de shit hebt leren omzetten, dus jouw thema's en lessen aangaat, en daar worden we mondiaal voor uitgenodigd. Als je die aangaat, dan ga jij die shit omzetten in voedingsstofjes. Kijk. En worden het wortels. Precies. Hmm. En nu ga je groeien. Kijk, en dan ga je met beide benen staan. Dan heb je beide benen stevig staan. En dit noem ik geestelijk volwassen. En dat is, Tim, waar we in mijn mening... Het is ook maar een plaatje wat ik heb van het hele mooi verhaal. Ja. Maar dit is waar ik voor mijn gevoel naartoe ga. Wij gaan geestelijk volwassen worden. Mooi. En dat kan alleen maar, die potentie die hier zit, kan alleen maar uitgroeien tot een will, in service to all. Dat is wat ik hier doe. Hè. Dit proces heb ik mogen voorlopen, zou ik maar zeggen, voor degenen die nu komen. Ja, om nu dat te ondersteunen. Om te steunen. Dus ik heb dit stuk in service to all. Dus ik ben dienstbaar voor het geheel. Ik ben dus niet meer zo bezig met mijzelf. Dat wil niet zeggen dat hier niet af en toe ook nog eens een keer... Oh, hallo, kom jij nog even langs? Ja, een triggerpunt, hè? Maar ik ben wel zo ver dat ik hier ben in service to all. En dit is waar we uiteindelijk voor komen. Ieder heeft zijn eigen thema's. Ieder heeft zijn eigen shit. Ieder heeft zijn eigen lessen. Dus zijn sparkle, zou ik maar zeggen. En dat is nu in potentieel hier. Maar dat dien jij te doorleven, door voelen, daar gaat het om. En dan zit het in de potentie hier. En dan gaan heel veel mensen, zoals ik ook, ik vertelde dat ik fysiotherapie eerst heb gedaan, dat ik dat niet meer kon, omdat ik symptomen moest behandelen en niet de essentie. Want, te kort uitgelegd, jij ziet fysiotherapie, je hebt ergens een klacht, maar dat heeft allemaal weer eigenlijk in relatie natuurlijk met emoties te maken. Ja,
Ja, psycho-emotioneel. Dus ik kon als fysiotherapeut niet meer werken. Omdat ik in die tijd heel sterk geacht werd de symptomen te behandelen. En ik kon direct naar de essentie kijken. Ja. Maar ik mocht mensen daar niet op aanspreken. Want ze kwamen met een schouderklacht of de rugklacht. En ik mocht niet de boodschap daarachter vertellen. Dus ik ben daar uitgestapt. Maar ik ben wel gespecialiseerd geworden in wat zegt ons lichaam psycho-emotioneel. Ja. Over onszelf, wat we nog onder de carpet hebben. Waar wij zelf nog mee te dealen hebben. Om uiteindelijk uit te groeien tot hier. En in mijn beleving, als je hier bent en dit gaat uitdragen, dan ben je in 5D en hoger enzovoort. Snap je een beetje wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja? Ik snap dus zeker. Dan ben je in harmonie, in liefde, verbondenheid. Maar dan ben je dus eigenlijk volledig je potentieel dan ook of zo? Hoe moet Precies. ik dat zien? Ja, want die shit helpt jou juist om te groeien tot het volledige potentieel wat er in jou zit. Want hoe werkt dat? Vind ik interessant. Jacqueline, want er zijn natuurlijk ook mensen die ze. De ene heeft misschien wel veel grotere thema's dus uit te werken. Absoluut. Dan de ander. En dan kun je ook wel eens denken: holy moly, mijn leven is fucking zwaar. Ik moet hier doorheen, daar doorheen. Ja, ik weet het. Sodemiet er allemaal op met die bende. Ik ben er klaar mee. En je ziet andere mensen, zeg maar. Fluitend erheen lopen. Ja, ik ken het. Ja. Hoe zie jij dat? Hoe werkt dat? Ja, nou. Ik ben er eentje die. Ik heb veel opgeschept. Ik denk, kom maar hier. Ik ben nog aan het scheppen. Ik ben nog aan het downloaden. Kom nog een keer. Ja. Ja. Dus de ene heeft wat anders te doen dan de ander. En de ene ziel is ook ouder dan de ander. De ene ziel heeft ook meer karma nog op te ruimen in deze laatste keer 3D, zullen we zeggen, waar we zitten, ronde. Dus daar heeft het ook mee te maken. Maar. Over het algemeen kan ik zeggen, als je veel shit hebt en je gaat het doorleven, heb jij een veel grotere rol op dit moment in het uitdragen van de andere kant van de medaille. Dus als ik naar mezelf kijk, ik heb heel veel shit meegemaakt, maar ik ben zo dankbaar. Ik praat wel eens met mensen die zeggen, hoe kun je daar nou dankbaar over zijn? Ik ben dankbaar. En pas als je in die dankbaarheid terugkomt voor je eigen groei, op dat moment is het rond. En dus mensen die, zeg maar, ik heb natuurlijk ook mensen in mijn omgeving gehad en ik kotste daar vroeger van. Vreselijke mensen, heel vreselijk, want ik had weer, en ik kwam er weer een download, meer shit. En ik dacht, en daar gaat het gewoon allemaal met een. Nou ja, je kent het, hè? Dan word er helemaal gefrustreerd van. Nou, ik wel, in die tijd. Maar nu begrijp ik dat zij, weet je, die ziel kan best zijn dat die in een ander leven heel veel shit heeft gehad. En dat hij zegt, weet je, deze laatste ronde in 3D wil ik gewoon nog even genieten. En het allemaal gewoon twee vingers in mijn neus. En ik wil het gewoon lekker hebben. Dus ik heb geleerd om er geen oordeel meer over te hebben. Want niemand weet wat het zielspad is van iemand. Mm-hmm. Ik kan alleen maar. Het is het mysterieuze. En het oordelen is natuurlijk ook iets van ons hoofd. Hè? Dat we daar allemaal dingen van vinden. En dan gaan we heel snel onszelf slachtoffer vinden. Ja, dat is precies. Dus eigenlijk is het gewoon ook dus het accepteren. Als in, dus dit zijn de dingen die ik dus door heb te gaan. En het is bijna zien dus. Terwijl ik het ook kan voorstellen voor heel veel mensen die dat nu nog helemaal niet zo kunnen ervaren. Maar bijna te zien als een soort gift. Als een soort cadeau, als een soort voedingsbodem, als een soort potentieel waar je naartoe mag groeien. Precies. Ja. Weet je, en dat is als je natuurlijk er middenin zit. Ik heb ook geregeld stellen bij mij. Meestal komt de ene dan, die zit dan vast en die wil niet meer verder enzovoort. En daar begin ik dan het gesprek mee en dan komt de ander erbij. Want die denkt, ja, ik wil het ook wel aangaan, dus dan gaan we samen. Maar het is dus. De shit dienen we dus zelf aan te gaan. En ik zeg ook altijd, zeker in relaties, ik ben hier niet om jullie relatie te redden. Ik ben geen lijmer of zo. Want ik weet, en ik zie het vaak wel, maar dat zeg ik dan niet. Maar ik weet niet wat jullie zielscontract is. En juist doordat je ieder op zichzelf zijn eigen thema's door gaat werken,
dus meer in zijn eigen kracht gaat staan. En de ander ook. Dan kun je dus naast elkaar verder groeien. En daar heb ik ook al 3 liefdesbaby's uit voort mogen Mooi, zien komen. Prachtig. Het kan wel. Het kan absoluut. Ja. Als dat op zielsniveau ook zo is. Mm-hmm. Ik heb ook meerdere keren gezien dat ze dus allebei met zichzelf aan de slag gaan. En hoe mooi is dat, Tim, dat ze er allebei in het proces langzamerhand achterkomen. Het is klaar. De navelstreng, zal ik maar zeggen, daar waar we nog met elkaar verbonden waren, aan het halen waren. De lessen, het is klaar. En dan kan je eigenlijk veel makkelijker, nou, je kent het met een babytje, de navelstreng kan je pas doorknippen als het uitgeklopt is. Mm-hmm. Dus, en dan zie je ook dat mensen veel liefdevoller, omdat ze dezelfde taal spreken, los kunnen laten. Mm. Ja, en niet daar zoveel heb je strijd daar heb je natuurlijk wel 2 partijen voor nodig die daar zijn. Het kan dus ook zo zijn dat je binnen een relatie één iemand die wil dus wel aan zijn thema's werken en de ander neemt zijn verantwoordelijkheid dus niet. Precies. Dat je dus groeit en dan is het natuurlijk op een gegeven moment helemaal. Dus dat kan dus ook. Dat kan ook. En dan is het thema dus, en dat heb ik zelf natuurlijk, dat heb ik meegemaakt en ik zie het ook in de praktijk, is dat dus mensen binnenkomen en de ander wil niet. Maar dat is dus op contractbasis, is dat de rol van die persoon. Dus als ik kijk bij een relatie, ik heb ook met narcisme te maken gehad, gaan we verder niet te veel, mag voor mij hoor, maar dat is een ander thema. Ja. Maar dus ik heb met narcisme te maken gehad en die persoon die bleef maar vastzitten in zijn rol. En ik durfde niet te gaan staan. Maar mijn les was juist om trouw te worden aan mijn hart. Mijn les was juist om te gaan staan voor mijn waarheid. Mijn grenzen leren aangeven. Want als er iets is wat zij kunnen, is door ons heen ons steeds weer onderuit trekken. Waardoor je eronder gaat. En daar zaten de lessen. En dat is waar we allemaal voor uit worden genodigd. Om als de ene dus niet wil, dat staat in het contract. Dus dan kunnen we heel boos zijn op diegene. Ja, die wil niet en die doet niet. Maar hij of zij doet precies wat je op zielsniveau hebt gezegd. En het bijzondere is wat ik steeds merk. Op het moment dat de ander die dus de beweging dus in moet gaan. Wat ik ook moest. Ik moest met mijn dochter samen weg. Dus dat was een heel proces. Dat toen ik dat had gedaan. Pas dan wordt het contract hier ontbonden. En kan deze persoon ook weer verder. Mm. En je hoort ook wel vaak van mensen, nou, ik heb daar jaren met die man over zitten bakkeleien en hij deed maar niet en heeft die nieuwe relatie. En dan doet hij het zomaar. Dat komt dus omdat die dus weer andere thema's hebben en contracten. Wauw. Snap je? Dus en als je op die manier... Elke relatie heeft dus weer een eigen thema uit te werken? Absoluut. Het kan ook zijn dat het thema's zijn die een thema die een verdieping is en een verdieping is en een verdieping is. Ja? Thema voor mij was altijd afwijzing, thema voor mij was altijd geld. Het was altijd gekoppeld aan waarde, dat ik mezelf niet waard vond. Hè? Mm-hmm. Dat is natuurlijk zo'n afwijzingthema. En dat zat ook vast aan geld. Dus dat zijn lagen en lagen en lagen die elke keer weer naar boven komen. En elke relatie, in elke situatie, omstandigheden, is het een verdieping. Dus soms dacht ik ook, ik ben er zo klaar mee, Tim. En dan had ik weerstand. Maar die weerstand maakt juist dat je het juist meer vastzet. En toen ik leerde om daarmee te kunnen zijn, kon ik er steeds meer doorheen zakken. En nu is het eigenlijk niet meer een thema. Het is iets wat ik aankijk en het vloeit veel makkelijker door. Hmm. Dus het stroomt meer. Hmm. Dus snap je? Ja. En dat is ook wat ik vaak hoor dat mensen zeggen, die ken je misschien wel. Waarom bevind ik me steeds weer in dezelfde situatie? Ja. Elke keer weer heb ik precies hetzelfde. Ja. Ik weet niet of jij het herkent. Ja, ik ben met mijn familie zeker. Mm-hmm. Dan komen ze altijd weer dezelfde thema's weer terug, et cetera. Ja. Ja. Dus, maar het is dus, want ik zit er ook hard op over na te denken. Want het is misschien ook wel voor veel mensen ook wel bizar. Want die hebben dan zoveel shit meegemaakt bijvoorbeeld. Maar dus, eigenlijk is het dus, ik heb hier dus voor gekozen. Ja. Even uitzoomen dus wat, hoeveel verdriet het nu doet in ons huidige leven. Precies. Ik heb hier dus voor gekozen. En het is dus eigenlijk bedoeld om daarmee dus, om dat dus aan te kijken. Om daar dus mee aan de slag te gaan. Ja. 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 He, dus inderdaad, dus als je ergens geboren wordt in families, zijn dat dus eigenlijk dus ziels
die je op dat contract hebt besloten om hierdoor. Dus eigenlijk is dit hele leven één grote les om die thema's doorheen te gaan. Om expansie te krijgen van bewustzijn. Ja. Dus om te groeien. Ja. Ja, en we hebben dan thema's bedacht waar wij dachten, nou, daar wil ik nog wel eens lekker in. Maar zijn we ook een keer dan in ons leven klaar met die thema's? En kunnen we ook eens gewoon lekker in de strandstoel relaxen? Ja. Oh, hey, alles is liefde. Alles is liefde. In ieder geval, snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, nou, ik kan alleen maar vanuit mezelf praten. En ik kan ook alleen maar teachen wat ik heb ervaren, anders kan ik het niet. Maar, je komt altijd weer stukken tegen. Altijd weer stuk tegen. Wow. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat het steeds zachter wordt. Mm. En dat er op een gegeven moment, dus thema afwijzing is er bij mij niet zoveel. Ik ben niet bang om afgewezen te worden, want anders had ik niet... Dat was vroeger dus wel een heel erg. En dat is dus minder geworden. Dat is weg. Ja, wauw. Weet je, ik ben nu zover dat het me niet interesseert wat andere mensen van mij denken. En dit boek, toen ik dat aan het schrijven was, en ik ben dyslectisch, hè, dus voor de mensen die denken, ik kan niet schrijven, dat bedoel niet ik, maar ik kan niet schrijven, ik ben dyslectisch. Het kan, maar je moet het gewoon doen. Mm, en er zijn wel mensen die het redigeren, weet je? Ja, het maakt niet uit. Ja. Maar in dit boek diende ik, toen ik het aan het schrijven was, diende ik dus steeds bij elk thema wat ik hier beschrijf, mijn eigen doorleefde stuk te gaan neer te zetten. En ik merkte ook dat ik, als ik dat weer had geschreven, en ik ging het dan weer zelf redigeren eerst, hè, voor zover ik dat dan kon. Ik heb het al 20 keer gelezen of zo. Moest ik ook steeds huilen. Omdat ik merkte, oh mooi, er is nog een verwerking. Oh mooi, dit is nog een verwerking. Dus ik heb eigenlijk gewoon met dit boek ook nog een stuk diepere heling kunnen krijgen. Maar net zeggen ze, eigenlijk kom je ook dus weer op de thema's heling. Juist. Het is elke keer helen. En dat hele is echt, en dat is maar één ding. En als je dus steeds jezelf rondjes ziet lopen, dat komt omdat je het nog niet hebt doorvoeld. Het dient dus door jou heen te gaan om te voelen. Snap je wat ik bedoel? Ja. En de meeste mensen zeggen, ik wil het niet voelen. Exact, en dat vind ik heel belangrijk. Want als je dat dus niet doet, dan kan dus ook een relatie dus stranden. En als we dus dat niet doen, komen we het eigenlijk dus dezelfde thema's weer tegen. Precies! Ja. Precies, dat is het. Ja. Ja? Want het dient dus, hoezeer we het willen vermijden, komen dus dat soort thema's weer bewust weer terug. Die blijven gewoon. Ja, omdat dus dat het de taak is van relaties. Is de taak van de relaties. En wow. In dit boek heb ik niet alleen relaties, want ik dacht ook, ik ga hier een boek over relaties schrijven. En het is bijna 400 bladzijden geworden. Want we hebben ook een relatie met gezondheid. We hebben ook een relatie met geld. We hebben ook een relatie met ons lichaam. We hebben ook een relatie met materie. Hoeveel mensen er gehecht zijn aan materie. Enzovoort, enzovoort. Dus al die thema's heb ik moeten onthechten. Bij mij is alles in mijn leven weggetrokken. Zodat ik maar op één dingetje terugkwam. En dat was ik zelf. Hoe gaaf! Ja, hoe KUT hoor. Want ik kan je vertellen, ik heb echt, als je het hebt over de Dark Knight of the Soul, daar zitten veel mensen momenteel. Dan wil je echt gewoon down the drain. Zeg van trek loodje er maar uit, want ik loontje er maar uit, maar ik hoef niet meer. Ben je daar geweest? Daar ben ik zeker geweest. Wow. Ja, en dat was met die narcistische relatie, waarin ik op een gegeven moment financieel, want dat zat dus gekoppeld met mij, eigenwaarde, grenzen aan geven en geld, dat zat aan elkaar verbonden. Al die thema's kwamen in één. Die kwamen in één. En toen heb ik, mijn dochter was toen 4, denk ik. En ik zie mijzelf nog. Ik was, toen zij 3 was, ben ik bij haar vader weggegaan. En toen begon eigenlijk de shit nog met al het geld en de hypotheek. En een heel verhaal. Als je wil weer lezen, wil weten, het staat Een heel verhaal. Je hebt het verteld, ongelooflijk. En dus toen, op een gegeven moment zie ik mij nog in. Ik had een grote woonkamer, in Borne woon ik in die tijd. En dan liep ik rondjes en rondjes en rondjes. En Fee, die was 4, 5 en die lag boven het bed. En toen werd er dus, en dat doet het hoofd, hè, dat ego-stemmetje, die zei van spring maar voor de trein, Jacqueline, want hier kom je nooit meer uit. En toen zei Fee, die lag boven op bed, die kwam bij mij in mijn gedachten en die zei, mama, jij mag nog niet weg. Want ik heb jou nodig en heel veel mensen, het kan me nu nog raken, hebben jou heel erg nodig. Jij mag niet weg, mama. Maar wat Fee deed,
is mijn hart weer openen. En ja, ziel communiceert via je hart. Wow. En daardoor kon mijn ziel weer met mij communiceren. En die zei, Jacqueline, bel die en die maar op. En die heb ik gebeld. En vanaf dat moment is het nog heel wat jaren geweest. Stapje. Maar ben ik eruit gekomen. Pff. Maar dat is wat er gebeurt als je hart dus volledig afgesloten wordt. En je gaat dus rondjes malen in je hoofd. Nou, I've been there. En niet voor niks, omdat ik ook mensen aantrek die daar nu zitten. Die denken van, ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Nee. En dus dat bedoel ik met, als je dus veel shit op je bord hebt gehaald, getrokken. En ik ben nu eenmaal een, zeg maar, ik was een lichtwerker. Het werk is nu zo'n beetje wel klaar. Je blijft altijd wat werk houden, hè. Mm-hmm. Maar ik ben meer een lichtbrenger. Dus ik ben zeg maar een lantaarnpaal waar mensen nu naartoe getrokken worden. Om, als zij vastlopen, echt ook diep vastzitten, dat ze energetisch naar mij toe worden getrokken. En daarvoor heb ik al die shit ook gewerkt, doorwerkt. Niet alleen voor mezelf, ik heb het familiair doorgewerkt, dus ook voor mijn dochter. Hier wil ik het ook over hebben, ja. Dus voor mijn dochter, familie. En daarna heb ik nog een stuk collectief mogen doen. En toen ik dat in Borne, want ik ben geboren in Almelo, ik heb jaren in Friesland gewoond als kind. Ja. Toen ben ik weer teruggegaan toen ik 14 was. En dus ik heb, en mijn hele familie woont zo een beetje van mijn moeders kant, die woont in het oosten van het land. En daar heb ik dus dat collectieve veld en de familiebanden mogen schoonmaken. Eerst mezelf, familie en dan het collectief. En toen dat klaar was, toen ben ik verhuisd naar Deventer. Toen heb ik ook letterlijk alles achter me gelaten. Ik heb een paar kleine, mooie, waardevolle dingen meegenomen. En verder ben ik volledig opnieuw begonnen. Ik wilde niks, maar ook energetisch niks meer meenemen. Mijn hulp in die tijd was heel blij, want die heeft een hele oude volgestoot gekregen. En de kringloop. Ik heb alles weggegeven wat ik me had van het oude. Ik wilde het niet meer hebben. Er was geen geld, maar wel vertrouwen. Mooi. En dat is waar we naar terug gaan, want zelfvertrouwen is niks anders dat je trouw bent aan jezelf. Ja, wauw. Daar gaat het hier om. En vaak zijn we niet trouw aan onszelf. Want we zijn met druk hier. Ja, jij wou het graag over die familie hebben. Ja, dat die, vind ik ook interessant. En kinderen natuurlijk, wat die je komen brengen. En ook dus, maar je hebt dus ook familiethema's. Ja. Die je dus ook weer meekrijgt vanuit verschillende familielijnen, juist, zeg maar al. Ja. En die, is dat dan ook zo? Dienen wij die dan ook de hele? Of neem je dat automatisch dan mee? Ja. Weet je, is dat het dan? Dat je dat niet meer meegeeft aan je kinderen? Want dat is natuurlijk heel vuil. Wat mensen zeker die hier nu mee bezig zijn, zeker met het bewustzijnstuk. Zeker ook die, hè, zoals ik ook, die vader worden. Die voelen van, ik zie ook mijn patroon. Ik zie ook mijn thema, zeg maar. Maar ik wil ze niet meegeven aan mijn kinderen. Ja. Nou, ik zie bij jou dat mijn kinderen zijn ook altijd weer spiegels, toch? Absoluut. Nou, ja. Wat belangrijk is dat de, als ik even, nou trek ik me even gewoon weer naar mij toe. Hè. Dus mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft ook een narcistische relatie gehad. Dat was mijn stiefvader, was trouwens, die heeft wel heel goed voor me gezorgd financieel, hoor. Maar verder was die enigszins een lichte narcistische inslag. Mijn moeder heeft niet voor haarzelf durven gaan staan. En dus hij heeft niet gekozen voor haar hart. Mm-hmm. Dus daarmee heeft zij het thema narcisme en je grenzen aangeven, trouw worden aan je eigen hart, jezelf durven volgen enzovoort, heeft zij doorgegeven aan de volgende generatie. Mm. Mijn oma, als ik kijk naar mijn moeder, haar moeder, was precies hetzelfde. Mijn oma is heel oud geworden. Mijn moeder was 49 toen ze overleden, dus al jong. En mijn oma die is oud geworden en die zei, als ik zei van hoe is het met oma, dan zei ze van, ik heb een kut leven gehad, Jacqueline. En ik vond het vreselijk. Wow. En zij was niet in staat, en mijn opa, haar man dus, was een echte rasnarcist. Het was gewoon leeg omhulsel, zullen we zeggen. Maar hij heeft natuurlijk goed gedaan en zijn rol gespeeld. Hè? Want zo moeten we even op zielsniveau kijken. Hè? Ja, dat is af en toe goed om mensen even, ja, inderdaad even daar, even uit te dus checken. Want we oordelen heel snel precies, en dingen. Exact. Precies, okay. Ja. Dus, maar hij heeft zijn rol hier op aardsniveau even heel goed gedaan. Maar oma was er niet toe in staat om dat te doen. Zeker in die tijd was bewustzijn
Ja. Wat dan, hè? Nee, ik bedoel, ik weet nog dat ik in Bakkeveen woonde. En dat daar iemand naar de psycholoog ging. En toen was ik 5 of zo, hè? En toen zeiden mijn ouders... Ja, de buurvrouw die gaat naar de psycholoog. Die is niet meer zo goed, weet je. Ja. Maar nu, 10 jaren verder... Hè, is het een beetje raar als je geen eigen coach hebt. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, dat is enorm natuurlijk. Dus er is heel wat veranderd. Dus mijn moeder is niet, mijn oma niet... Mijn moeder is niet in staat geweest om te gaan staan en haar hart trouw te worden. En ik wist, Tim, ik dien dat te doen. Dus ik ben, omdat ik een oude ziel ben en dat ook kan dragen... Daar moet je ook even rekening mee houden. Oké, dat is belangrijk. Dus jij zegt dus ook dat jij dus ook al die lessen dus krijgt... omdat je het dus kan dragen. Precies. En een ander bijvoorbeeld dan niet of zo? Juist. Okay. Dus ook heel veel wat ik draag en anderen dus ook, die veel op bord hebben... Juist omdat andere mensen dat niet kunnen dragen, ben jij dat gaan dragen. Omdat jij zo'n oude ziel bent. Mooi kloten, ja. Maar het is wel in service to all, is het iets heel groots. Heel goed, ja. Dus je doet iets heel goeds, maar het is gewoon de keerzijde van de medaille. Dus ik ben dat gaan doorleven en heb dat dus gestopt voor de volgende generatie. Dus mijn moeder kon niet, of mijn oma kon niet staan, mijn moeder kon niet staan. En ik ben gaan staan. Ja. En ik ben alle shit, dat is mijn hele leven alleen maar mee bezig geweest. En ondertussen natuurlijk mijn werking doen. Maar al die shit wat in de vorige generatie niet kon opgelost worden... is mijn taak geweest om dat te doen. En daarmee heb ik mijn dochter bevrijd. Dus als ik ook zie hoe zij omgaat, ook met bepaalde dingen... Zie je dat anders, ja? 100% zeker. Wauw. Want dat is ook een belangrijk stuk in de zin van... Oh, je bent dan ook altijd bang dus om je kinderen trauma's mee te geven of wat dan ook. Maar die kinderen komen hier dus natuurlijk ook met bepaalde thema's. En die hebben jou uitgezocht om getriggerd te worden. Dus niet een trauma. Een trauma is weer, nou dan krijg je van die bij elkaar komende clubjes, hè? Ja. En allemaal in het slachtoffer gaan zitten. Het is een thema. En het is niet leuk. Ik zal het netjes houden. Het is niet leuk, maar je hebt ermee te dealen, want het is er. En je hebt hem zelf gezegd. En dat is wat mensen vaak niet zo leuk vinden van mij, omdat ik... Direct ben en naar de verantwoordelijkheid toe ga. Omdat heel veel mensen nog in die slachtofferstaat willen blijven zitten. Dat is fijn. Ja, dat is lekker. Want dat is fijn, maar hoef je eigen shit niet aan te kijken. Precies. Ja. Ja. En daar ligt natuurlijk heel veel verdriet of pijn... En toch voor die mensen die nu dit kijken en luisteren... en die voelen van, wow, ik wil dus hiermee aan de slag. Weet je, wat is dan een eerste stap? Ja, mag ik die zo doen? Want ik moet nog even wat vertellen over... Ga door. Ja? Dus onthoud die onderhoud. Ik hou vast. Oké. Okay. Naast die familielijnen schoonmaken... zijn er ook... dan gaan we even op zielsniveau kijken. Dan heb je ook zielsgroepen. En er zijn dus zielsgroepen die bij elkaar geklond zijn. Ik noem het maar even een beeld. Hè. Het is maar een beeld. Dus die zijn bij elkaar, maar die gaan maar niet bewust worden. Ja? En bewust worden is waarom we hier zijn. Hè? Expansie van bewustzijn. Dus bewust worden. Dan wordt er op dat moment dus vanuit de zielsniveau, dus vanuit liefde, gevraagd... wie wil er in deze groep incarneren... om daar een beweging in te krijgen. Nou, en dan komt het dus zeg maar van een hoger. En dat hoger is dus niet beter of wat dan goed ook. Je het zegt. Goed of fout, helemaal niks. Mm-hmm. Het is alleen meer doorleefd. Op een andere dimensie al kunnen kijken. Als jij bijvoorbeeld in een dal staat... dan zie je de auto's en de stank en alle dingen, weet je. Maar als jij op een berg staat... heb je meer overzicht. En dat is geen goed of fout. Dat zijn mensen die zijn die berg opgegaan. En die zijn daar... Door meer karmische stukken op te lossen. Precies. Okay. Ja? Dus het pad van bewustwording is niks anders. Staat ook in het boek. Dan rondjes lopen over die berg heen. Wow. En omhoog te gaan. Dan krijg je een overzichtsplaatje. Daarom heb ik ook helemaal geen angst in deze tijd waar we nu zitten. Omdat ik vanuit de berg kijk en het komt allemaal goed. Het is allemaal al goed. Dat het hier in de dal nog shit ervaard wordt... komt omdat je op een bepaalde manier kijkt. Je ziet daar die auto's en snap je? Dus je ziet het vanuit dat perspectief. Nou, wauw, dus... Jacqueline. Sorry, ik vind het wel even heel mooi om even bij stil te staan. Omdat inderdaad het ook natuurlijk wel eens in deze tijd...
dat sommige mensen, laat ik het zomaar even zeggen, zonder oordeel, dat er heel veel verschillende kijken zijn, zeg maar, op deze tijd. En dat ineens iemand, wat altijd je goede vriend was, het totaal anders beleeft als jij. Precies. Maar dat heeft dus te maken eigenlijk dat de ene, die kijkt gewoon met een anders perspectief daar nog naar. Juist. Ja, maar dat is ook heel lastig voor mensen om daarmee om te gaan. Juist. Maar we kunnen wel op door blijven gaan. Ja, ik wou even dat stukje over van die ene ziel die erbij komt. Hè? En dan komen we verder zo. Ja? Dus naast dat je die persoonlijke thema's dus hebt op zielsniveau, die familielijnen, heb je dus ook dat je dus als meer doorleefde ziel, meer bewuste ziel, dat je dus licht kon brengen aan die collectieve veldziel, die maar niet, hè, zielsgroep, die niet in beweging kan komen. En dat noemen ze vaak de zwarte schapen. Nou, ik ben er één. Jij bent er één. Er zullen nog wel meer kijken die zeggen, ik ben er ook één. Ja, vele, dus mensen, een family. Vele mensen in deze tijd. En die zich dan ook afgewezen hebben gevoeld. Precies. Anders hebben gevoeld. Precies. Maar eigenlijk ben je hier niet voor niks om dus licht te komen brengen hier. En uiteraard ben ik in deze groep gekomen en ik ben daar volledig onderdrukt geweest. In die familielijn enzovoort. Dat heb ik zelf laten doen, want ik had een kleine waarde, dus ik ging er ook onder. Liet het me ook allemaal gebeuren. True. En ik ben daar dus uit moeten stappen, dus uit en die hele familie. Ik heb met niemand meer contact, nu wel weer met mijn zus, omdat zij het pad is gaan vervolgen. Wow. Want zij was dus één die daar vast zat. Die is met mij meegegaan. Wel op haar eigen tijd. Dus de zielen die dus erbij komen, de zwarte schapen, die moeten dus eerst hun eigen shit, daarom krijg je zoveel, die moeten hun eigen shit hier uitwerken. Maar dat kun je, omdat jij dat kunt, uit ervaring, zomaar zeggen, kunt halen. En dan kom je daaruit. En dan word jij die paal, die lantaarnpaal. En dan gaat een van de familieleden vaak, of twee, of wat dan ook, die gaat dan daarin mee. En daarmee gaat het hele collectieve veld, wordt weer net zoals een rimpel, weet je. Dus als je een steen in het water gooit, dan gaan het er allemaal rimpels omheen komen. Dat is wat er gebeurt als er dus eentje uit dat collectieve veld, die zielsgroep, die maar niet in beweging kan komen, die wordt door eentje die erbij komt, wordt hij daarin geïnspireerd om dat pad op te gaan. En daarmee zie je dat, gaat die hele zielsgroep ook in beweging komen. En daar zijn we collectief ook mee bezig. Om mensen die dus nog een andere manier van kijken hebben, dat is dus geen goed of fout, gewoon een andere manier, die nog niet zo bereid zijn om verder te kijken, die veiligheid ook nodig hebben en die zekerheden nodig hebben buiten hun, die worden door één zo iemand of meerdere mensen nu geïnspireerd om anders te gaan kijken. Maar iemand moet dat doen. En dat zijn vaak oude zielen die als zwarte schapen hier komen. Is het dan ook op dit stuk, is dat dan bedoeling om, ben je inspireren dan alleen al door te zijn? Of moet je ook, snap je, of heb je ook daarin wat te doen? Of is dat een automatisch gewoon verandering van energie? Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Je dient je shit op te ruimen. En ik kan je vertellen dat je shit op moet ruimen om die lantaarnpaal te zijn. Ja. Dus je zit natuurlijk daar. Alleen die mensen, er zijn natuurlijk ook zoveel mensen, die zitten zo vast. Ja. Ja. Is dat een vanzelf gaan proces, dat die mensen in één keer denken, oké, wacht even, ik heb toch die eerste trede op te staan. Snap je? Of is dat een geleidelijk proces? Hoe gaat zoiets? Ja. Nou, even terug naar die persoon die dat moet doen. Die moet dus de shit, dat is de lichtwerker, noemen ze dat. Dus, en ik zal je vertellen, dan kom je aan het werk, hoor. Dus je moet het werk doen, het innerlijke werk, waar je straks heen wil. Dus dat innerlijke werk, en dan sta jij, ja? Ja. Er zijn zielen die op zielsniveau ook contracten hebben die dus niet verder gaan hier. Dus in het lijf het hier gaan transmuteren. Want we gaan, ik weet niet of je er bewust van bent, maar wij gaan dus niet meer dood. Mm. Wij gaan transmuteren in ons lijf. Dit vind ik, daarom ben ik gebleven. Die vond ik toch zo gaaf? Ik blijf hier. Dus vroeger zei mijn dochter altijd, want die was maar natuurlijk bang dat mama wegging.
Mama, ga je niet dood? Nee, mama gaat niet dood. Nee, mama nu nog niet in ieder geval, weet je. Maar ik was altijd wel eerlijk, want ja, wist ik veel. Maar nu ik zelf ook mijn overzichtsplaatje veel groter heb gekregen in de loop der jaren, zie ik gewoon dat wij gaan transformeren. De zielen die daarvoor ingetekend hebben, dat is dus niet iedereen. En ja, er is dus ook een groep zielen die dus via het overlijden naar 5D gaan. Dus die vallen weg. Dus als jij zegt, er zijn mensen die maar vast blijven houden hieraan, die gaan op een gegeven moment weg. Ja? En die komen op een andere manier weer terug. Die gaan er dus niet in het lijf aan, dat hele transformatieproces waar we in zitten. Maar wij wel. En dat zie ik bij jou ook. Dus hè, je zei altijd, wat de toekomst voor je kinderen enzovoort. Je doet het voor de kinderen, maar we doen het ook voor onszelf. Wij zijn die generatie die hier op aarde nu wilde zijn. Er zijn heel veel zielen die nu op aarde willen zijn, maar wij zijn het, Tim. Omdat het zo uniek is, nog nooit gebeurd in geen één universum of wat dan ook, dat wij als ziel, als mens, in ons lijf een transformatie aangaan, weer terug ascenderen. Want het proces descenderen, hè, naar 3D en weer terug naar 5D, dat proces heeft de aarde wel vaker gemaakt, die cycli. Maar dit is de eerste keer dat de humans, en dan wel de echte humans, willen de echte humans opstaan, ja, dat die transmuteren in het lijf. Ik was zometeen weer 35. Hey, hetzelfde leden dan jou. Ja? Dus dat is wat ik bedoel, dus daar gaan we heen. Maar er zijn dus ook mensen die, die dat proces op zielsniveau niet hebben ondertekend. Of het niet aan kunnen. Want niet iedereen kan dat wat je graag wil weten. Om daar doorheen te gaan. En dat is geen goed en fout. Maar dat is hetzelfde. Weet je, als je op de kleuterschool bent, daar kun je geen wiskundige formule aan geven. Maar dat betekent niet dat kind dom is. Nee, dat kind zit in de zandbak. Ik vond het vroeger ook fantastisch in de zandbak. Dan kwam mijn moeder eraan. Ik wou nog mijn handjes in de zand zitten. Dus dat is toch niks dat ik dan slecht ben, of niet goed ben, of dom ben. Nee, ik zit nog in die zandbak. En iemand anders zit op de universiteit. En dat is dus niet beter, maar die kijkt wel anders. Snap je? Ja. Dus het is een groeiproces. En zo is het ook met ons mensen en relaties. Waar zitten de mensen? En wat wij vaak doen, is dat wij er ons onder blijven schuiven. In de hoop dat de ander gaat bewegen. En wat nou als op zielsniveau staat dat die ander niet mag bewegen? Totdat jij in beweging gaat. Wauw. Ja. Maar dat is dus echt eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid nemen. Precies. En daar gaat het om. En pas dan bevrijd jij ook die ander met het contract en kan die zijn eigen weg weer vervolgen. Wauw. Wauw. Jeetje. Dus ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er dus voor kiezen om dus wel in een bepaalde relatie te blijven. Absoluut. Ja. En die zichzelf eigenlijk tegenhouden in hun groei? 100%. En dat niet alleen. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dan word je ziek. Ik werd echt ziek, letterlijk ziek. Dus ik moest eruit stappen. Ik weet nog wel, in die narcistische relatie, ik droeg alle ballen, ik deed alles. En hij werkte ook. En dat was het dan, maar ik werkte ook enzovoort. Maar ik deed alles. En op een gegeven moment, over lichaam, hè, de relatie met je lichaam, legde mijn lichaam mij letterlijk vast. Van de een op het andere moment had ik een acute ontsteking in mijn rug. En ik lag, er was zo'n bank, een beetje ronde bank. Ik kon alleen maar met de beentjes eroverheen plat liggen. En toen kwam ik bij de fysiotherapeut en die zei, nou mevrouw, komt u maar over 2 weken terug als het een beetje weer rustig is. En dik aan de medicatie en dan gaan we even kijken wat ik dan kan doen. Ja, ik heb in de fysiotherapieopleiding, zeiden ze al, fysiotherapie is, of herstel van het lichaam is 1 week. En fysiotherapie doet er 7 dagen over. Ja? Ja. Dat was in de opleiding, hè, zeiden ze het al. Ik ben daar gaan liggen, Tim. En ik kon niet anders, want ik kon niks. Ik kon de hond niet uitlaten, ik kon het kind niet pakken, ik kon helemaal niks. In 4 dagen tijd
Ik heb alleen maar zitten huilen. En de derde dag kreeg ik helder, ik moet trouw worden aan mijn hart. Ik blijf maar in deze relatie hopend dat die ander gaat veranderen. Maar dat was ons contract niet. Ik moet trouw worden aan mezelf. Mm-hmm. Want mijn lichaam zegt tot hier en niet verder. Op het moment dat ik dat energetisch had gevoeld, doorvoeld, was die zenuw, niet, die ontsteking niet meer nodig. De volgende dag was die weg. Wauw. Zonder medicatie, want ik gebruik geen medicatie. Nee. Zonder medicatie was het weg. Dus het lichaam, als je dus in een situatie... Omdat je het energetisch al had gevoeld, herstelde je lijf ook. Omdat bewustzijn maar één ding wenste. Doorvoel, Lammerts, wat je moet doorvoelen. En erken waar je voor dient te gaan staan. En dat is voor mijzelf. Ja, zo. En dus ja, als mensen dus blijven in relaties. Ten eerste, als je het hebt over het volledige potentiaal, dat kunnen ze niet leven, want daarvoor heb je die shit nodig om te doorleven. Mm-hmm. Dus ze houden zich altijd kleiner. Ja, ja. En, dus het kan zijn dat je dus met een volledig... Iedereen komt dus eigenlijk met een volledig potentieel. Maar het kan dus zijn dat we onszelf dus daarin tegenhouden. Omdat 100%. Omdat we dus niet durven te kiezen voor dat volledige potentieel. Voor onszelf. Voor onszelf, voor ons hart. Juist. Voor ons helemaal trouw zijn aan ons... En dat is een proces. Daar heb ik ook een ander boek over geschreven, maar dat is een ander verhaal. Maar dat gaat daarover dat jij dus leert ervaren. En daarvoor word je dus vastgelegd zoals ik met mijn lijf vastgelegd word. Maar mensen dus ook, ze worden echt gewoon ziek. Het wordt steeds minder. Dus alles gaat steeds slechter worden. Dus de relatie wordt slechter, de gezondheid wordt slechter, werk wordt slechter, alles. Het wordt steeds meer... Omdat je in die energetische negatieve bubbel blijft zitten. Precies. Zeg maar. Dus de kraan wordt steeds meer krapper. Dus het wordt gevraagd, kom je nou eruit en ga je naar je hart? En heel veel mensen die vinden het zo nog best te doen. Ja, wauw. Ja, zo. En dat is... In mijn beleving, waar deze tijd ook voor is, om mensen die zo zitten, Tim, om die nou zo... Ja, ze kunnen niet meer anders eigenlijk. Slam in de face te krijgen. En dan bedoel ik liefdevol, hè? Ik ben liefdevol mens. Liefde is niet altijd lief, hè? Nee, het is ook dus, gewoon rauw, hè? Rauw, hè? Dus slam in de face om hier doorheen te komen. Om dit aan te gaan. Met andere woorden, je met je hart en je ziel en je zielscontracten verbinden. Ja, ik vind het zo mooi bewustzijn dat we hoe we dus anders naar onze relaties, onze issues, onze thema's die keer en keer weer terugkomen. Om daar dus met een ander bewustzijn naar te kijken van hey jongens, het is iets om ons om te doorleven, te doorvoelen. En daar zit dus eigenlijk je voeding, je grondstof voor je potentieel. Precies. En dan kom je allemaal uit in service to all. Want dat is uiteindelijk dat je dienstbaar bent aan het geheel. Ja. Maar bestaat er dan wel iets als heel en ook wel tweelingzielen? Ja. De ware? Ja. Bestaat of zijn altijd relaties altijd om dus thema's uit te werken? Ja. Of kun je ook in één keer in... Ja. Snap je? Ja. Wat? Nou, dat wordt mij natuurlijk ook wel eens gevraagd. God, Jacqueline, wat vind jij van ziels, van tweelingzielen en al dat soort dingen? En tweelingstralen en allemaal mooie dingen. Ja, geef het een naam. Ja. Geef het een naam, maakt me niet uit. Ik zeg dus niet dat deze vormen er niet zijn. Want wij creëren als mensen natuurlijk van alles. Ja, en beelden. Dus ik zeg niet dat ze er niet zijn. En er zijn heel veel mensen die er middenin zitten. Maar wat deze... energievelden in ieder geval met elkaar doen, is heel sterk spiegelen. Mm-hmm. Maar ook nog wat anders. En dat is gekoppeld in mijn beleving aan het duister. En dat is dat we allemaal gaan zoeken en wachten tot die tweelingziel komt. Of die tweelingstraal, of wat dan ook. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Waardoor... We zoeken het allemaal buiten ons. Precies! Mm-hmm. En dan gaan we weer wachten op die ander, want die moeten ons het geluk brengen. Die moeten onze spiegels... En dan komt het goed. En dan heb ik het perfecte leven. En dan is het... En dat is in mijn beleving allemaal... Altijd een vlucht. Een vlucht, bullshit, om jou weg te houden bij jouw taak als mens, om jouw proces door te leven. Ja. En al die zielen waar je het nu over hebt, en noem het een naam, die zijn er om jou te spiegelen.
Mm-hmm. Ja, heel veel tweelingzielen die botsen juist heel erg met elkaar, omdat ze zo aantrekkend zijn, maar juist ook zo spiegelend. Ja. Dus je ontkomt er niet aan. Dat kan het dus heel pijnlijk maken. Dat kan het heel pijnlijk maken. Ja. Maar het is ook een beeld wat we hebben. Oh, nou, een tweelingziel en ja. Ik ben niet zo van die sugarcoating. Ik donder mensen graag weer gewoon met de pootjes op de grond. Ja, lekker. Lekker, ja. Toch? Gewoon, ja, gewoon rauw. Gewoon rauw en zeggen van, lieve, leuk, maar tot die tijd, wat doe jij met jezelf? Ja. En daar gaat het om. De liefde voor jezelf. Maar het kan dus ook zo zijn, dus dat je binnen een relatie allebei aan je... Hè, als je dus eigenlijk is het allebei verantwoordelijkheid nemen voor je eigen shit. 100%. Dus dan kun je ook prima, zou het kunnen, dat je dus samen dat gaat doen. En samen dus ook samen dus naar een hoger level gaan of wat dan absoluut, ook. Absoluut. Maar het kan dus ook zo zijn dat je door je relaties en je shit... Daarmee ga je aan de slag, je relatie gaat over wat dan ook. Maar kom je dan ook op een gegeven moment op een ander liefdeslevel. Dat je dus dan ook, dus, want dan heb je dus die thema's op een gegeven moment doorleefd. Precies. Kom je dan weer andere thema's tegen? Of andere kan het contracten. Zijn dat je op een gegeven moment. Hoe moet ik het zeggen? Misschien is dat één grote roze wolk. Maar dat je dan gewoon. Dat je dan mensen gewoon aantrekt die helemaal op hetzelfde potentieel zitten of zo. Ja. Hoe werkt dat? Het verschil is, kijk, als jij. We komen allemaal zo hier, hè, met die thema's en nog hier. Hè, dus niet die geestelijke vorsen. Iedereen. Okay. Ja, nou ja, er zullen vast een paar zijn die al zijn. Okay. Maar laten we even het over het gros hebben. Ja. Hè? Dat is waar we die hier kijken. Dus we komen zeg maar zo met dat potentiaal wat we nog door moeten werken. En mogen, moet niet. En dan daarheen. Dus nou schiet de vraag weg. Om het, als je dus dat dus wel doorleeft, mm-hmm. zeg maar je thema's, je gaat het aan, je gaat het helen. Ja. Daar wil ik straks ook nog over hebben, hoe je dat dus, waar je moet beginnen. Nee, ik heb hem weer. Ja? Dus over die relaties. Dus als jij in een relatie een contract hebt, ik wijs altijd daar even, een contract hebt en je hebt dat doorleefd, samen of niet, maar in ieder geval doorleefd, dan kom jij dus meer zo te staan. Mm-hmm. Ja? En als jij geestelijk volwassen bent en je trekt weer een ander iemand aan, dan trek je dus niet deze meer aan. Nee, exact. Ja? Dat is misschien zo'n goede. En dan trek je dus een geestelijk volwassen aan. Met andere woorden, het gelijke trekt het gelijke aan. Ja. Ja? Dus als jij jouw shit hebt doorleefd, ben jij hier. En dan trek je iemand naast jou aan die hier ook staat. En dan krijg je absoluut een andere communicatie. Ja. Dan is het dus, jij spiegelt mij nog steeds, maar het is voor mij, dus ik ga eraan groeien. Mooi. En ik groei eraan, dus dan groei je naast elkaar. Ja. Zonder. Ja. Wow. Nou, dat strijd, want 3D is het strijd. Het is het energieveld wat opgewekt wil worden om zichzelf in stand te houden. En dat is wat we hier doen met die shit en, snap je, in relaties. Ja. Dus hoe meer, daarom ben ik ook doorgegaan, want ik wilde maar één relatie en dat is deze relatie. Anders wat dan maar niet meer. Ja? Dus, maar dat betekent wel dat ten eerste de spoeling dun wordt, om de simpele reden. Ja. Heel veel mensen zitten nog hiermee. Ja, 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 ja. Maar de andere is, het is heel belangrijk dat je samen naast elkaar blijft staan. En dat is verbinden. Dit is gehecht. Aan elkaar. Daar zitten die thema's aan vast. Het halen van elkaar, bij elkaar. Ik geef jou dit, dan geef jij mij dat. En dat is handjeklap. En dat zijn allemaal lessen waar we doorheen mogen gaan. En uiteindelijk, als je dat hebt doorleefd, kom je dus zo te staan. En dan trek je zeker andere relaties aan. En ook in. Ik heb geen familierelaties meer, hè, al jaren niet meer. Mm-hmm. Ik ben ook 8 jaar alleen geweest om het shitproces helemaal rond te maken voor mezelf. Dus terug te keren naar mezelf. En alleen mijn zus is er gelukkig weer bijgekomen. Maar ik heb eigenlijk alleen nog maar mensen om mij heen. Dus ja, maar dat is je mannen zielsfamilie. En vrouw, dat is mijn zielsfamilie. Ja. Exact. Dus ik zit op dat mijn hele. Dat is een andere familie. Dat is de ware familie. De aardse familie is je speelveldfamilie om aan te groeien. Wow. En dat is dus met respect, hè? Want ik hou van mijn families waar ja. ik dan in heb gezeten, mochten ze dit überhaupt kijken. Dus het is absoluut met liefde en dankbaarheid dat ik naar ze kijk. Maar dat is wel het speelveld in 3D. Het zijn dus puzzelstukjes. Om jou dus te schaakstukken. Om dus de lessen dus te geven om richting jouw potentieel te gaan. En dan kom je weer terug
ten eerste met je eigen verbinding bij jouzelf, wie jij bent en de bron, dus het bewustzijn. Maar heb je dus ook weer contact met jouw zielsgroep? En daar verder met buitenaardsen enzovoort, want daar zijn we natuurlijk ook hiermee bezig. Want de meesten die hier komen, zeker de oude zielen, zijn niet alleen maar humans. We zijn wat meer. Ik ben zeker niet human. Er hangt wat meer bij mij. Heel eng. Maar ik ben heel eng. Gaan we later nog wel over hebben. Maar snap je, dus het is... Ik heb ook niet meer zoveel bullshit waar ik vroeger dacht, alweer. Dat wil niet zeggen dat ik niet dingetjes heb, maar ik kan er heel anders naar kijken vanuit een ander perspectief dan vroeger, waardoor het zich heel snel transmuteert. Met andere woorden, ik heb geleerd om het doorheen te voelen. Opdat het loslaat, mij loslaat. Maar dat is dus eigenlijk wel onze taak in het leven, dus om die verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen thema's. En daar is mee aan de slag te gaan. Ja. Maar dat vinden heel veel mensen heel eng, Jacqueline. Precies. Want wat komt er dan los? Juist. Wij zijn geneigd om wat de boer niet kent. Hè? Ik kom uit het oosten. Ja, dat kennen ze. Dat kennen hier ook. Noord-Friesland. Ja, dat kent daar ook. Hoor. Ja, ik weet er alles van. Ja, dus wat de boer niet kent, dat redden niet. Ja, is stijve kop. Ja. Dus, en dat heeft iets heel moois, maar het heeft ook iets beperkends. Ja. Dus om dit pad van bewust worden op te gaan, heb je moed nodig. Om je hart te volgen. Ja, want het kan dus ook betekenen... Nee, het betekent... Daar zal ik het ook over nadenken. Gewoon even voor mezelf, familie-wise bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je dus ook dus mensen verliest. Omdat jij dus... En zij kunnen niet mee. Dus, dan zit je op een totaal andere frequentie, waarin je dus eigenlijk letterlijk aan gewoon... En dat zie je natuurlijk ook dus heel veel gebeuren in deze tijd. Juist. Dat is heel veel mensen op een gegeven moment niet meer met elkaar kunnen resoneren. Ook... dat zijn natuurlijk dezelfde relaties, op vriendschap, werk, et cetera. Omdat ze dus die transformatie dus maken. Precies. Dus ga je dus ook letterlijk een andere taal spreken. Frequenties, juist. En dat is dus geen goed en fout. Nee, maar het is best wel een pijnlijk proces voor jezelf. Is heel pijnlijk. Om dus sommige mensen dus te moeten loslaten. Precies. Dus loslaten is ook een enorm... Loslaten, vergeven. Heel belangrijk, vergeven, maar ook loslaten. En ik zeg altijd, ik pak nu eventjes iets. En dan, ik pak even dit. Als je een kopje thee. Oh nee, dat hebben we hier niet. Nee, dat hebben we heel veel moeite. Dat zeg ik dan tegen. Ja, dat is heel veel moeite. Een kopje thee. Ja. Maar als mensen dus een kopje thee zo vast hebben of koffie, dan zeg ik laat maar eens los. Maar wat gebeurt er als ik zeg laat maar los? Met die hete thee in je kruis. Wat gebeurt er dan? Je gaat juist verkrampen. Je denkt, dat ga ik niet doen. Ja? Dus wat ik bedoel is, want mensen denken loslaat is dit, dan ben je het kwijt. Ja? Wat ik bedoel is los en laten. Zie je het verschil? En dan, uit de verkramping. De verkramping eraf, dus niet meer vasthouden, maar het los en laten. Laat het te zijn, zodat het ook vrij is om te bewegen waar het heen mag gaan. En dat kan dus zijn dat het weggaat. En het belangrijkste is, naast los en laten, is, dat is een proces uiteraard, hè? Want ik denk dat er nu al heel veel mensen zijn die denken, dat ga ik niet doen. En dan zie je de verkramping. Nou, dat is dus precies waar dus... Waar dus de shit zit. De shit zit, daar mogen we dus naar kijken. Maar vergeven is het allerbelangrijkste. Ik zeg altijd, vergeven is net als jij een luchtballon hebt, dan heb je allemaal van die zandzakken. En dan wil je opstijgen. Maar daar zitten nog allemaal zandzakken aan met die vergeef ik niet. En die heeft mij dat aangedaan enzovoort. Dus vergeven doe je niet voor de ander. Vergeven doe jij voor jezelf. Dus dat je de zandzakken eraf kan doen. Opdat jij opstijgt. Dus vergeven doe je voor jezelf. En als je dus zegt, ik ga hem nooit vergeven, dan zit je dus nog in slachtofferrol. Dan zit je dus weer in dat hoofd die jou vast wil houden, energie wil opwekken daarmee, vast wil houden in hij is schuldig of zij en ik ben slachtoffer. En daarmee houdt het systeem jou vast. En dat is waar 3D, want dat vegeteert op onze levensenergie. Daar zijn we ons nog niet zo bewust van. Daar moet bewustzijn op komen. Ja. Ja? Maar
Dus vergeven en leren loslaten is onvermijdelijk. En daarvoor heb je dus moed nodig om dit pad te gaan lopen. Ja. En nogmaals, er zijn dus mensen die dat niet aan durven gaan. Nee. En dat is geen goed of fout. Nee. Daarvoor zijn de anderen die zeggen, maar ik voor het bewustzijnsveld, hè, want bewustzijn is het grote overkoepelend geheel. Ik ga dat doen. Jij doet het niet. Jij doet die ervaring. Dus je knijpt er zeg maar tussenuit hier ogenschijnlijk en je komt daar terug. Dat is jouw expansie voor bewustzijn. Maar ik doe het hier op de aarde. Mm-hmm. Ik kan dat. Mm-hmm. Ja, wow. Ik heb in situaties gezeten dat ik dacht van, en waarom heb ik dat? Hè? Daar ging ik ook in mijn slachtoffer zitten. En toen, ik kijk nooit televisie, maar toen keek ik televisie en toen zag ik een jong stel iets doen. En dat was echt nog zo'n heerlijke, naïeve, jonge hondenenergie. En ik keek ernaar en ik was natuurlijk heel verdrietig. En ik dacht, nou, ik zit hier weer en zo, heel zielig geweest. En toen werd het door mijn hoog zelf, zegt Jacqueline, zie je nu waarom jij het doet? Deze mensen kunnen niet handelen wat jij kunt handelen. Mm-hmm. Dus ik draag iets voor hun. Mm-hmm. Hoe mooi een service to all is dat? Mm-hmm. Dat je anderen die nog niet dat kunnen dragen, dat je dat mag dragen voor hun. En daarmee jezelf natuurlijk in potentie verrijkt. Ja. Maar hun ook. Mooi. Dat zij dat niet hoeven doen. Want iedereen heeft zijn eigen stukje van de grote legpuzzel. Hey, maar Jacqueline, er zijn ook mensen, ik kom, schiet me even te binnen hoor, schiet even van links naar rechts. Ja. Maar er zijn ook mensen die, ik zit even naar mijn moeder te denken, die heel lang alleen zijn. Ja. En die misschien ook wel willen of niet willen. Ja. Snap je, omdat de relaties ook bedoeld zijn voor die thema's. Ja. Maar het kan ook dus iemand zijn die blijft dus heel erg lang alleen. Absoluut. Misschien helemaal geen partner meer, geen idee. Maar waarvoor is dat? Is dat dan ook die thema's? Zijn het dan andere thema's? Of hoe? Nou, uiteraard zitten dat thema's. Ik ben zelf ook, zoals ik vertel, 8 jaar alleen geweest. En 4 jaar weer een relatie, nu weer op mezelf. Ik voel me niet alleen hoor. Maar, die tijd alleen is vaak een hele mooie tijd voor contemplatie. Om je terug te trekken in jezelf, om met jezelf aan de slag te gaan. Mm. Mits je dat natuurlijk doet. Mm. Weet ik niet of je moeder dat doet. Mm. Ja, dat weet ik niet. Ga bellen straks. Ga bellen, ja. Anders wordt ze daarvoor uitgenodigd. Dus het is een hele mooie tijd om niet afgeleid te worden juist door die relaties, maar jouzelf als spiegel te hebben. Want je spiegelt jezelf natuurlijk ook. Hè? En het kan dus zijn dat het een thema is van alleen, alles alleen doen. Hè, dat heb ik ook gehad, alles alleen doen. Maar kan het ook een stuk zijn, misschien zelfs ook een relatie niet waard vinden? Absoluut, het heeft met eigenwaarde. Ja. Kan het ook bijvoorbeeld, te maken hebben. Hè? Ja? Dat je denkt, van wat heb ik nou te bieden, wat kan ik eigenlijk? En ik durf me niet te presenteren en ik ben niet goed. Of, weet je, dus dat je jezelf klein maakt. Ja, en als jij jezelf als vrouw of als man zegt, ik ben niks waard. En je ziet daar iemand leuks langskomen, maar jij zit in het energieveld, ik ben het niet waard. Mm. En dan kun je er nog zo leuk en leuk uitzien, en weet je, maar dan zend jij dat uit, kom maar niet dichterbij, want ik ben het toch niet waard. Ja, precies. Ja? Dus dat is een energieveld. Ook als een soort zendmast. Precies. Ja, exact. Het zijn allemaal zendmasten. En dan zend je die laag uit. Ja. Daar zit dan wel de les in, als spiegel, hey, ik ben alleen. Als het niet de contemplatie is, en ik heb er last van, ik wens zo graag, maar het gebeurt niet. Wat zend ik dan uit waardoor het niet naar me toe kan komen? En dan kom je als vanzelf, wat jij zegt, uit bij, ik ben het niet waard. Ja. Wat heb ik nou te vertellen? Bewustwording. Bewustwording. En, ja. En daar kwamen we net al uit. We zijn bewustzijn wat bewust wil worden. Dus dan zit je in een situatie waar jij die les mag leren. Dus jouw moeder heeft daar een aandachtspunt. Ja. Ja, mooi. Ik denk zeker dat ze hiermee eens is, hoor. Ja. Mooi, Jacqueline. Jeetje, Mina, wat hebben we al heel veel mooie dingen aangestipt en doorheen gegaan. Toch ook nog misschien om af te sluiten, ook richting deze tijd, inderdaad. Jij zegt het ook, het is eigenlijk een hele bijzondere tijd. Maar mensen struggelen natuurlijk ook. Mensen hebben het ook moeizaam, eenzaam. De tijden om ons heen, dus ook externe factoren, dagen ons dus eens ontzettend uit. Absoluut. Wat is dan toch een tip om, dus, om ook mee te geven? Dus toch echt om
naar binnen toe te keren? Alles buiten ons, alles, jij ook, ik ben jouw buitenwereld enzovoort, maar ook de buitenwereld, de politiek of mondiaal, maakt eigenlijk niet uit. Hè? Mm-hmm. Werk, media, collega's, ja. Media enzovoort. Alles is een spiegel. En als jij dus, hè, dit is je thema's, als je dus heel erg daarin verdwijnt, ben je dus heel erg ver bij jezelf weg. Dat is ook het doel, dat je ver weg bent bij jezelf, want dan kunnen ze jouw levensenergie aftappen. Mooi, wauw. Dus ook in ons in angst te zetten is weg te houden bij onszelf. Precies. Dus waar het om gaat, als jij dus nu in een situatie zit waarin veel angst is en van, oh, wat gaat er allemaal gebeuren? Ten eerste weet dat je op een andere laag kijkt dan waar heel veel, ik ben niet de enige in, hè, die een ander plaatje heeft. Het komt goed. Het is al goed. Het feit dat je dat nog zo ziet, komt omdat je uit wordt genodigd terug te gaan naar jezelf. En ik raad iedereen eigenlijk aan om zo weinig mogelijk als maar kan met die buitenwereld bezig te zijn. Mm. Want wij, en dat zijn de mensen niet bewust van, over het algemeen, wij houden die buitenwereld op deze manier in stand door er onze levensenergie aan te geven. Mm. Dus als jij je levensenergie terugneemt en het veel kleiner maakt in het deeltje waar jij bent, met jouw gezin, met jouw thema's, met jouw werk enzovoort. En, met dat je is, en misschien ook met je zielsfamilie? En met je zielsfamilie enzovoort. Dus dat is jouw leven. Maak het maar kleiner. Daar zijn genoeg relaties en situaties, omstandigheden, daar alleen al, die jou helpen om te transformeren. Maar dan hou je de energie bij jezelf. Mm. En dat is niet naïef. Dan bestaat die buitenwereld niet meer. Die bestaat uiteraard nog. Maar het gaat erom dat je juist teruggaat naar jezelf. Want als je zo in angst raakt van die buitenwereld, ben je niet bij jezelf, maar in je hoofd. En dan dien je dus terug te gaan naar die karpet, wat je allemaal onder het karpet hebt geschoven, en terug naar binnen. Dus maak het dan klein. Ga weer terug. Mm-hmm. En waar kan men ook beginnen om die, heel om die patronen, die triggers, die thema's. Op een gegeven moment doorzie je die, hè, de wonden. Ja. Wat is dan een goede stap om daarmee? Is het alleen al bewustzijn op schijnen? Of je hebt het ook echt wel over doorvoelen? Ja. Nou, ten eerste dien je het bewust te worden. Want anders als je denkt, er is niks. Nee, dan, precies. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Ja, je moet verantwoordelijkheid en zien van, het is mijn bordje. Laat ik het zo zeggen, ik zit hier niet zonder alle ondersteuning die ik ook heb gehad. En we hebben allemaal zelf blinde vlekken. Dus je hebt iemand nodig die in een neutrale positie naar jou kan kijken en jou kan helpen bij de spiegels. Dus we ontkomen er niet aan om uit te reiken, te verbinden, ons hart te openen en kwetsbaar te zijn. Ik kan het niet alleen. Net zoals jullie ook, weet je. Net zoals ik. Ik kan het ook niet alleen. Dus dat je eerst bereid bent om uit te gaan reiken. Heel veel mensen hebben daar al moeite mee. Ik ga het allemaal zelf oplossen. Nou, daar komt de oplossing niet vandaan. Je dient juist ook kwetsbaar te zijn door je te openen. Dus dat is één. Hulp vragen. Belangrijk is, en dat is wat ik zelf ook heb mogen ervaren. Er is heel veel hulp, maar leer te gaan doorvoelen waar die persoon zelf zit. In hoeverre is die persoon zelf doorleefd om jou te kunnen ondersteunen. Ja? Ik krijg het weer warm. Mijn cliënten weten dat ik het af en toe heel warm krijg. Ik krijg het nu dus ook. Maar dus waar het om gaat is dat je dan uit gaat reiken bij iemand waar je je vertrouwd voelt. Waar je je veilig voelt. Waar je je gezien en gehoord voelt. En dat je dan samen naar deze wonden durft te kijken. En wie dat voor die persoon is, dat kan ik niet zeggen. Want elk persoon heeft weer een andere gevoel ergens bij. Mm-hmm. Waar ga je heen, weet je? En dan is het heel belangrijk om het letterlijk te gaan zitten. Wat ik bij mensen doe, is letterlijk zitten. En dan zitten ze dus ook gewoon zo. En ik heb daar ook oefeningen voor. Ook opgenomen. En dan begeleid ik mensen eerst weer eens even in hun lijf. Want we zitten vaak helemaal in ons hoofd. In ons hoofd, ja, als we al niet boven ons lijf wiebelen. Veel gesprekken die hier zijn geweest,
gaat het ook heel erg erover. Hè? Over echt weer dat we allemaal in ons hoofd zitten. We zijn allemaal daar. Volledig geprogrammeerd. Dus volledig daar. En daar worden we afgetapt en dus energetisch houden we het in stand zelf. Hè? Dus waar het om gaat is dat je eerst weer eens in je lijf durft te zitten. Dat is al heel heftig. Dus een ademhalingsoefening alleen al. Ja, dan de meeste mensen gaan al die adem hier. Maar dit is eigenlijk een stresssituatie. Hoor, er gebeurt wat. Ja, en dan kan je ook niet anders dan hier blijven. Mm-hmm. Dus door alleen al, en dat deed ik als fysiotherapeut al, dan legde ik de mensen neer en met de knieën gebogen op de rug. En dan liet ik ze naar de buik ademen. Dus gewoon je buik uitademen en weer inademen. Weet je, gewoon die balk, die blaasbalk. Functie. Maar de meeste mensen die zitten alleen maar hier. Waardoor ze het energieveld hier houden. En dat niet alleen, Tim. De Chinezen zeggen de emoties moeten door de dikke darm. En dat is nou precies waar de shit zit. Ja? En de ademen niet naar. We houden het buikje strak zo. En we zeggen, dit is wat we doen. Ja? Nou, dat is precies zo'n pomp waar het energieveld op kan leven. Ja? Dus alleen al gewoon gaan zitten en durven te ademen naar je buik. Ja. Ja? Connectie maken. Connectie maken met jezelf. Mm-hmm. En dan kan het maar zo zijn dat je dan ook gaat voelen. Mm. Wat ik vaak doe als mensen met shit binnenkomen, dan komen ze met tranen, heel verhaal. En dan zet ik ze gewoon maar stil en zeg, ga maar eens voelen. En dan gaan ze voelen en dan zeggen, en waar zit het dan? En dan voelen ze het hier, of ze voelen het daar, of ze voelen het in de keel. En dan laat ik ze altijd rustig de hand erop leggen. En dan zeg ik, voel het nou maar. En geef het eens een hallo. Klinkt weer heel zweverig. Hallo, welkom. Maar, hallo, ja. Maar geef het maar eens met je aandacht een hallo, welkom. En blijf er dan bij. Niet nee, blijf daar eens bij. Want dat wat er in de keel zit, wil alleen maar doorvoeld worden. En dan verdwijnt het. En dan komt er een andere plek. En dan ga je daar naartoe en zeg hallo. En dan doorvoel je het. En dan gaat het weer weg. En dan zit het hier. En dan doorvoel je het. Of je voelt het opeens op je... Nou, dus door te wandelen alleen al met je handen naar de punten die je voelt. En daarbij te blijven totdat het zich doorvoeld heeft door jou. Lost het vanzelf op. Of liever zegt, laat het jou als vanzelf los. Mm-hmm. Moeiteloos. Dus, en dit is een proces. Zeker als je hier nog niet zoveel... Dit doe ik met twee vingers in mijn neus, zou ik maar zeggen. Maar dit is een proces wat je mag leren aan te gaan. En hierover gaan we eens in gesprek, Jacqueline. Of we hier niet een mooie training of wat dan ook eens... over zouden kunnen opnemen. Dat mensen ook echt hiermee thuis... bijvoorbeeld aan de slag zouden kunnen gaan. Ja. Dat lijkt me toch wel echt waanzinnig dat we dat zouden kunnen bieden. Want dat voel ik ook wel steeds meer. We zijn heel erg aan het inspireren met weer zo'n prachtig mooi gesprek. Maar hoe mooi zou het ook nog zijn dat we echt mensen iets kunnen aanreiken... waar ze echt mee aan de slag ook verder kunnen. En ik zelf ook, hoor. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Werkelijk gaan helen. Ja, echt helen. Ja, want dat is ook wel echt de rode draad die ik dan heel vaak weer terug heb gehoord... uit heel veel gesprekken die we hebben gehad... Ook richting, weet je wat we allemaal willen? We willen allemaal naar een mooiere wereld. We willen allemaal naar een... Alleen dan begint wel bij ons eigen heelproces. Want daarmee helen we onszelf en daarmee het collectief. Juist. Ja. We moeten het samen, of mogen het samen doen. Ja. Maar het proces is wel helen in jezelf. Ja. En dat kun je niet alleen. Daar heb je echt mensen voor nodig. Mooi. Dat is de verbinding. Jacqueline, we gaan verbinden. Ik vond het echt een waanzinnig gesprek. En er zullen vast en zeker nog heel veel vragen straks in me omhoog komen... als we dit gesprek afgerond hebben. Maar dus ik zou heel graag willen dat je nog een keer terugkomt, et cetera. En over die andere plannen gaan we ook babbelen. Je hebt twee hele leuke cadeautjes meegenomen. Drie. Want ja, deze ook. Deze ga je... Laat ze even mooi zien. Je hebt ze prachtig ingepakt, de boeken. Ja. Ik ben echt super lief. Ja, weet je, dit zijn allemaal kindjes van mij. Fee, mijn dochter is natuurlijk die 17. Dat is mijn engel. Letterlijk mijn engel, want die heeft gezorgd... dus wat ik vertelde, dat ik hier bleef. Ja. Maar... Dit is een heel dik kindje van mij. Die is bijna 400 pagina's dik. Ik verpak ze dus altijd op deze manier. Omdat ik het iemand zo gun. Weet mooi, je? Het is echt een cadeau. En het is ook echt iets wat
zoveel waarde heeft. Dus ik wil het ook als een cadeau geven. Nee. Nou, gisteren ben ik extra gaan zitten en ik heb me afgestemd op 3 boeken. Dus alle 3 de boeken heb ik voor me neergelegd. Dan ga ik gewoon zitten en dat doe ik ook in mijn werk. Dan stem ik me op iemand af, maar dan stem ik me ook op gewoon het veld af. En ik heb dus 3 verschillende boodschappen geschreven. Mooi. Hier in deze boeken. Dus, ja. En die mogen jullie leuk. Gaan verloten. Of hoe jullie dat ook maar doen. Ja, we gaan het gewoon zo doen. Als jij nu voelt. Denk je, ja, dit wil ik gewoon. Deze is voor mij. Laat het dan even weten. Onder reactie op Instagram, Facebook. Like ons even. Like het bericht even. Et cetera. En wie weet, dan komt hij jouw kant op. Zo gaan we het gewoon doen. Geweldig. Jacqueline, dank je wel voor je komst. Mm. Ik heb echt ontzettend genoten. Ik ben heel dankbaar voor alles wat je doet. We keep in touch. En jij ontzettend bedankt voor het kijken en het luisteren. En nogmaals, vind je dit te gek wat wij doen? Steun ons dan door member te worden van de Unified Tribe. En we hebben het er net eigenlijk ook weer over gehad. Ga je verbinden met gelijkstemmen. We gaan ook na de tijd, na deze show zijn we dan ook live in onze community app. Hè, waar je dus dan, als je lid wordt, kom je dus in de community app. En gaan we zo'n soort vibestalk afterparty houden. Waar we dus even met elkaar nog in gesprek kunnen gaan. Van, hey, wat vond je nou van deze show? En dan komen er vast dan al nog heel veel vragen en thema's ook naar voren. Word dus member via onze website www.univibes.nl en steun ons. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Tot volgende week. Bye bye.